gezegd. De muziek is heerlijk. Het verhaal is nog steeds fantastisch. Het is de mooiste show die bestaat, vind ik. We zijn de eerste dagen hier bij Sukhon Zeiberg begonnen met de enorme heftige documentaires kijken over de Vietnamoorlog. Nou ja, je werd er zo ingegooid en het was meteen echt een... Wat een heftig verhaal, wat een heftig stuk. Ja, het gaat over een Vietnamees meisje, Kim, en zij wordt verliefd op een Amerikaans soldaat, Chris. En dat is een onmogelijke liefde. Ze moeten afscheid nemen van elkaar. Hij gaat terug naar Amerika, maar hij heeft haar beloofd ook samen naar Amerika te gaan. En zij blijft op hem wachten. En de vraag is of ze elkaar zullen terugzien of niet. Als militair helpen mij om te voelen wat een militair voelt in basis. Bijvoorbeeld ook de sleur van elke dag, want dat heeft een militair ook. En ik denk ook in Vietnam, los van het feit dat het natuurlijk met momenten heel heftig is, is het soms ook gewoon rustig en kabbelt het. Als je die documentaires ziet over Saigon, over die laatste dagen voordat de Amerikanen daar vertrokken, voor de hel losbarsten, ja, dan zie je steegjes met rennende mensen, mensen die op straat in een plas liggen omdat ze te moe zijn, omdat ze al weken op zoek zijn naar een visum. En weten dat als ze niet het land uitkomen, dat ze zullen worden vermoord of in een kamp moeten. Die drama, die viezigheid, die klamme warmte, die voel ik veel meer in dit decor dan in het vorige. Het vorige decor was Vietnam met airconditioning. En dit is gewoon Vietnam 45 graden. Day and night. Ellen is echt een vrouw die, je komt pas later in het verhaal binnen en daarmee is het ook heel, meteen heel moeilijk, want iedereen in het publiek ziet Kim en Chris, gaat helemaal in dat liefdesverhaal mee en denkt helemaal van, oh, dit moet zo zijn. En dan komt zij van de hoek kijken, dan ligt zij met Chris in bed. Het is mijn taak om de mensen ook mijn verhaal te laten meebeleven, zodat ze op het eind denken, die liefde snap ik, maar... Ja, die liefde snap ik ook. Ton en ik, dat ging eigenlijk vanaf het begin heel erg goed. We konden heel goed met elkaar opschieten. En het spelen gaat ook lekker. Jong en ik allebei zijn nog nieuw voor het publiek, maar ook voor alle castleden. Wat maakt dat die castleden zich gewoon het net zo belangrijk voelen als wij. Ik mag je John, maar je bullshit, die zit me tot hier. Een hectische periode. Voor iemand die dit voor het eerst doet, kijk, ik doe het natuurlijk al 24 jaar, dus ik weet het inmiddels wel, dat je wel heel erg mee kan doen met als iedereen in een pauze aan het rommelen is, aan het spelen en lol maken. Maar ik weet dat ik mijn energie bij moet houden, omdat ik nog een hele dag moet. Nou, jongens zei tegen mij in het begin van, ja, ik vind jou zo rustig. Ja, ik weet dat het goed komt. Ik was ook zo vaak zenuwachtig en het komt heus wel goed. Want ze hadden je niet genomen als je niet kon. Nou jongens, zo mooi op toneel, zo goed gecast, maar ook de mensen, de understudies van Na-Jung, La-Ying heet ze, nou, die hoor je zingen, echt zo'n natuurtalent en dat is gewoon heel spannend en dan weet je van ja, die mensen zullen ook opgaan en dan ontstaat er weer iets nieuws en dat allemaal binnen 6 maanden. Ja, ik denk dat we echt alles gaan geven daar. Ik ben heel veel aan het leren en zo sta ik erin. En ik probeer van elk moment te genieten. Want ik merk nu al, we zijn nu 2,5 week bezig en het is al bijna voorbij. Dus ik denk van mensen die het toen gezien hebben, die zich afvragen, god, wordt het net zo indrukwekkend als toen? Of wordt het net zo jank als toen? Of net zo dramatisch? Nou, ik denk, en nog een beetje meer. Wie had ooit zoiets moois?